Zo, is het wel weer recht? Ja. Mooi. Je komt er denk ik voor aan. Ik zie hem niet. Dat is niet waar. Het is mooi als de bende er niet in.
Martin. Gaat hij gelijk weg? Kijk eens, dag meneer, wie bent u? Kijk eens, dag meneer, wie bent u? Ik ben de aanvoerder van Bergtijn. Ja, klopt. Wij hebben namens de selectie. Ja, dat is een beetje vastgesproken van Bergtijn. Iedereen heeft zijn handtekening opgezet. Mooi gezegd. Ah, hartstikke bedankt, zegt hij. Dan hebben we nog meer, ja, daar gaan we ook verder mee, jongens. Nog meer een cadeau. Ja, goedemiddag, Mario Berg, mijn naam is Rick Brink, en ik loop dezelfde aanbieding als die Rick heeft. Alleen een groot verschil, Rick de Rode Helikopter en Rick hier. Dat is een groot verschil. Ik heb nog een cadeautje voor je, Rick, want ik ben ontzettend stoer dat ik in een helikopter ben geweest. Ik hoop dat je het heel leuk hebt gehad. En hier is een klein cadeautje, doe er wat leuks mee. En tot de volgende keer. Alsjeblieft. Dank je wel. Ja, wat een cadeau. Maar we zijn er nog niet. Dan hebben we Ruud ook nog. Want Ruud, wacht even. Ook van de scheidsrechter komt nog een cadeau. Maar ook nog een cadeau van Marienberg. Weet je wat je weggeeft? Zeker. Heel goed. Heb je tekst? Rick, heel veel plezier. En dan gaan we nu zo naar de wedstrijd. Bent u er klaar voor? Moeten we aan het werk? Rick wil nog wat zeggen. Dat mag, Rick. Rick, vertel. Moet je maar mee vaststaan? Ik wil iedereen bedanken die mij een vergetelijke dag hebben gegeven. In het bijzonder Wilma Prins die mij vroeg of ik... Maar dan komt u, jullie staan voor de zender, dus... Jullie staan in de zender, daar staan jullie voor, maar we gaan verder. In het bijzonder Wilma Prins die mij vroeg of ik in de helikopter wilde. Ook het bultje van deze bedankt die dit voor mij hebben gedaan.
Ik heb er heel erg van genoten. Super bedankt allemaal. Nou, we moeten eerst even vragen. We gaan nog een foto maken met beide elftallen, Erik en Bultje. En dan gaan we zo beginnen, dames en heren. Bij Rick, jongens. Kom. Jongens, deze kant. Hup, hup. Ja, even allemaal samen en dan Baantem neer. Baantem. Oh ja, Baantem. Dit is geen oud berg. Het is Baantem. Bultje, voorliggen. Kan er dat nog bij of niet? Kan er die... Zit er niet meer bij. Ja, kom maar. Oké, even deze kant. Lachen. Oké, nu de gekke bekken. Jongens, kom op. Mooi, jongens. Ja, iedereen heb hier, nou dan gaan we hier even met Margita Berger tijd. Oké, aan Berger, daar even leeg. Ja, mooi. Zo, nog de laatste foto, dan gaan we beginnen, dames en heren, met de derby. VV Mariënbergen tegen Oud Bergentijm. Allemaal heel veel plezier. En daarna is weer een groot applaus voor onze grote vriend. Nou, kom op, jongens, hè? Gaat je af? Goed zo. Je weet, dan moeten we door winnen. Goed zo. Mooi. Druk het bal,
Nou, Rick, spannend? Ja. Ah, nee, was wel meteen. Nou, die kwam er net aan in. Want we waren net land. Dat is tof, hè? Dat is echt mooi. Mooie bal van de voetbalvereniging Mariënberg gekregen met alle handtekeningen van de spelers. Dat is gewoon super. Ja, mama gaat hier ook bij staan. Maar er was een prachtig gezicht tegen zo uitgegaan. Ah ja, was het echt een ring hoor. Rick de Joer. Maar ik breng ze bij een paar mannen. Geen nieuws! Abonneer op Live is zeker! Het was een mooie dag, of niet? Ja. Oh, het is nog een mooie dag. Ja.
Ah, ga Jan, weet je wel. Goedemiddag. Oh, kom hier, heel veel jongen. Ja, ja, ja. Die vier mensen. Die is meer, neem niet naar je Rolls Royce. Ja, we moeten alle zware gelden niet aanzetten, hè? Oh. Hé? Mag hadden we met een warm van, of niet? Ja? Oh ja. Oh, ik heb een schoen in. Hé, hey, mama, nog hoor. Nee, hey, mama, op radio. Ja. Nee, maar ik ben een sessie, maar ik ga weg. Ja. Mijn moeder gaat ook een beetje effect hebben. Ik ben zelf vrienden, we twee met de rug. Ik drink al met de kom op, joh. Hey, je valt. Maar hoe dan? Thank you.